inderdaad, Chicago, want Swellview staat vanaf nu bekend als de allerwinderigste stad. Goeie, Mary. Maar niet heus. Haal je huisdieren naar binnen en bind je kinderen vast aan iets zwaars. Want er is een zware tornado op weg naar Swellview. En er worden windsnelheden verwacht van boven de 145 km per uur. Dus hier komt Mary met wat zij omschrijft als haar tornadoens en tornadidoens. Mary? Doen, binnen blijven. Niet doen, naar buiten gaan. En nog meer nieuws. Ja. Oké. Aan elke arme meisje en pompoenen die vermoord worden. Waarom moeten ze die pompoenen pletten? Is dat niet duidelijk? Nee. Ik ben aan de PEP. P-E-P. PEP? Ja, het pompoen-eetprogramma. Ik eet alleen nog maar pompoenen. Pompoensap, pompoensmoothies, pompoentaartjes, wow. Pompoenpasta, pompoenpoeder, pompoengas. Hey, kijk iedereen! Kom eens kijken wat ik heb gemaakt! Wat is dat? Ik noem het de vriezier. Die kun je gebruiken als er harde wind is. Oh, gaat dit over die tornado die recht op Swellview afkomt? Ja, kijk, als de wind jou te pakken krijgt en van de grond tilt, dan gebruik je deze controllers om jezelf te draaien en te navigeren. Navigeren? Volgens mij bedoelt hij navigeren. Navigeren. Hey, wie wil er een vriezier? Ja. Nee, bedankt. Nee, die wil niemand. Ook een fiets, top. Kom. I am Bianca, Asima Sari. Als nou is vriend in Desna. Zweer, zweer. Henry, zit Pepper op junior agressiemanagement? Ja. Mijn vader en ik hebben haar net weggebracht. Ha! Wat? Ha! Als in, ha! Jamles is super stom. Nee, dat is het niet. Jamles is echt heel goed voor boze kinderen. Nou, het gaat niet helpen bij Piper. En hoezo niet? Omdat ze een beest is. Ja, en trouwens, mensen veranderen nooit. Daarom zeggen ze ook, boos op je vijfde, boos op je vijftigste. En is een freak, altijd een freak. Oké. Hoe dan ook, ik was in Piper's jamles vanmorgen en ik denk dat het lukt. Nou, ik heb een idee. Laat eens los. Ik durf te wedden dat op de dag dat je zusje klaar is met de jamles, dat ik haar een driftbui kan bezorgen. Binnen een paar uur. Nou, dat betwijfel ik. Want ze hebben van die vette aromabanden die een speciale aroma... Bladibla, aroma, bladibla. Oké, dan wedden we. Ja, dan wedden we. Dan ben ik voor team Henry. En ik ben voor team Ray. Blijf hem af. Waar wedden we om? Waarom wedden? Als ik Piper een driftbui kan bezorgen... Dan eten jij en Charlotte deze hele emmer vol met rauwe pompoeningewanden. Dus, als het niet lukt om haar een driftbui te bezorgen, dan moet jij en Jasper die hele smerige emmer eten met rauwe pompoeningewanden. Ja, en dat dragen wij een zwembroek. Wat? Ik zei net dat we een zwembroek aandoen als we die emmer... Hou je mond. Dat is de weddenschap. Zeker weten. Voor de zekerheid, geen zwembroeken? Stop, hou daarmee.